Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ben Cindy van het YouTube kanaal Cindy Whispers ASMR. En dat betekent dus dat ik normaal gesproken ASMR video's maak, ASMR video's. En dat is om mensen te laten ontspannen en te laten relaxen en in slaap te vallen. Maar dit keer wilde ik het een keer anders doen en ga ik gewoon normaal praten. Ik heb onder mijn video's regelmatig reacties gehad van, nou, ik zou wel eens willen horen hoe jouw stem klinkt als je gewoon normaal praat, in plaats van fluisteren of zachtjes praten. Dus bij deze. Dit is eigenlijk een speciale video om de mensen te bedanken die op mijn kanaal zijn geabonneerd de laatste tijd. En die leuke reacties achterlaten onder de video's en die leuke ideetjes geven. Daar ben ik echt super blij mee. Want ik heb inmiddels de 5000 abonnees gehaald. En dat, ja, ik kan het gewoon niet geloven. Zoveel mensen die zijn geabonneerd. En daarom bij deze heel, heel, heel erg bedankt. Ik ben er super blij mee. En we gaan gewoon lekker door. En voor de mensen die denken van, oh, jammer dat je nu zo hard praat. En waarom heb je geen ASMR video online? Die heb ik ook online gezet. Ik heb vandaag 2 video's online. Dus als je liever ASMR kijkt, dan moet je die zeker even gaan kijken. Ik dacht bij mezelf, waarom zou ik alleen een soort bedankvideo maken voor jullie? Dat is ook wel heel erg leuk natuurlijk. Maar ik denk, ik maak er ook gelijk een soort shoplogje van. Mini shoplogje. Zodat ik gewoon een iets langere video heb voor de mensen die dat leuk vinden om naar te kijken. Als eerste wil ik beginnen met deze shoplog met 2 hoeden die ik heb gekocht in een outlet kledingwinkel in Dordrecht. Ik weet alleen niet meer hoe die heet, maar alles was heel erg goedkoop. Het was ook een hele bekende winkel, zo stom dat ik het niet meer weet. Maar daar heb ik in ieder geval 2 hoeden gekocht. En dan zou je zeggen, waarom koop je hoeden? Ja, ik weet ook niet. Ik draag normaal gesproken helemaal geen hoeden. Maar ze waren maar 2,50 en ik dacht, oh, dat is van de zomer wel heel, heel, heel erg leuk natuurlijk. Ik zal hem even opzetten. Ik hoop dat ik hem goed opzet, want volgens mijn zus zet ik altijd hoeden verkeerd op. Als ik een hoed op heb. Ik had hem in de winkel ook weer verkeerd omstaan natuurlijk. Nou ja, mijn haar zit natuurlijk niet helemaal goed zo, maar dit is het idee. En dan had ik hem ook nog in andere kleur. Dit is dan donker blauw. Maar ik heb hem ook nog in deze kleur. Dus. Oh, als mijn zus deze video terugkijkt, zal ze misschien wel denken, oh Sim, oh, heb je dat ding nou weer op je kop staan? Maar ik hoop dat ik hem zo goed heb. En dan ziet het ongeveer zo uit. Ik denk, ja, is wel leuk voor in de zomer. Ik ga het gewoon een keer proberen. Zoiets moet je eigenlijk gewoon een keer doen. En niet denken van, oh, ik loop voor gek of zo. Nee, joh. Wat ik gekocht heb, dit was dus in Dordrecht. Dit heb ik gekocht in Rotterdam. Daar was een outlet van de winkel Didi. En ja, vond ik ook wel heel erg leuk, dit shirtje. Alles in die winkel was 5 euro. Alle kleding en sommige dingen zelfs ook nog wel goedkoper. Maar ik heb voornamelijk eigenlijk bij de kleding gekeken. Ik had eigenlijk nog nooit een Didi outlet gezien. Dus ja, ik heb er ook even wat aanbeelden van gemaakt. Dus die zal ik even laten zien. Het volgende item wat ik heb is ook van die Didi outlet winkel. Dit is gewoon, ik weet niet of je het goed kan zien op beeld, maar gewoon een blauw blouseje. Gewoon eigenlijk heel simpel, maar daar hou ik eigenlijk wel van. Ik vind dat heel erg lekker zitten. En ik vond het ook wel leuk bij die mouwtjes dat het een beetje hier gerimpeld loopt. En ja, dat rimpelige, dat vind ik wel een leuk accent eraan eigenlijk. En daar heb ik ook aanbeelden van. Volgende wat ik heb is een sponsje van Real Techniques. En deze spons
vind ik heel erg leuk. Die heb ik gekregen van mijn zus uit New York. En ik heb nog nooit zo'n spons gebruikt. Het is natuurlijk zo'n beauty blender. Maar dan van Real Techniques. Dus ja, lijkt me heel erg leuk om dat een keer te proberen. Ik gebruik eigenlijk altijd kwasten. Maar nu, ja, ik ga dat gewoon een keertje proberen hoe dat is. Dat moet je natuurlijk onder water doen. En dan wordt die groter. En dan kan je gewoon je foundation of ja, je make-up kan je er mooi in deppen. Dus ga ik gewoon proberen. En deze heeft ze voor $3 in New York gekocht voor mij. Het volgende wat ik heb is een, ook uit New York. Dit hele kleine vaselinepotje. Nou, vond ik zo leuk. Mijn zus liet dit op Skype zien. Dat ze dat had gekocht voor zichzelf. En toen zei ik, oh, die wil ik ook. Ik heb het helemaal nog niet gezien hier zo in de winkels of zo. Dus ik dacht echt, nou, super schattig. Ik moet dat gewoon hebben. Dus ze heeft dat ook voor mij gekocht. En ja, ik ga het openmaken. Oh, kijk nou. Echt. Hoe leuk. Kijk nou. Even ruiken. Oh ja. Oh, echt leuk. Die ga ik in mijn tas doen. Super leuk. Dan heb ik nog stempelkussentje. Deze heb ik in het zilver, maar ik heb ook nog een gouden ervan. Kijk, een gouden en een zilveren. En die wil ik gaan gebruiken voor mijn ASMR bullet journal video's. Die zijn echt heel erg leuk om te maken. En ja, de mensen vragen er ook naar voor, ja, voor meer video's. En ik denk, ja, om het een beetje afwisselender te maken, ga ik gewoon ja, wat meer creatieve dingen doen. Ook met stempeltjes en zo. Dus vandaar dat ik ook deze heb gekocht. Hele leuke, lieve kleine stempeltjes. Die stempelkussens, die komen van de Sustrene Grenen. Moet ik even kijken hoor, hoe duur waren die? €1,38. En deze kleine mini stempeltjes. Kijk, een bosje bloemen en een vogeltje. Oh, ik hou hem op zijn kop. Die ook. Een bosje bloemen en een vogeltje. En deze zijn dan €1,04 per stuk. Die kan ik dan lekker gebruiken voor de bullet journal video's. Dan heb ik bij Sustrene Grenen nog zo'n lekkere snoepstok gekocht. Tegenwoordig altijd als ik daar ben. Nee, deze is... Jawel, Sustrene Grenen, ja. Altijd als ik daar ben tegenwoordig wil ik van die snoep kopen daar. Dat vind ik zo lekker. Vooral deze, maar ook die met die drop met dat mint erin. Dat vind ik ook zo lekker. Normaal ben ik niet zo van mint, maar ja... Deze zijn echt heel erg lekker. Dan, ik ga er veel sneller doorheen als een ASMR-video. Het is echt zo anders. En ik heb ook de neiging om overal mee te kraken, mee op te tikken. Het zit soort van in mijn systeem of zo. Dit hele kleine, ja, hoe noem je dat? Een stokje met een soort foam eraan of schuim. En daar kan je dan zeg maar ook mee in je stempelkussen of in verf. En daar kan je gewoon mee. Ja, bijvoorbeeld in je bullet journal. Een soort van ja, leuke patroontjes maken of zo. En deze was €0,46. Ook bij de Sustrene Grenen. Dan had ik voor mijn zus bij de Flying Tiger een aquarel blok meegenomen. Zij had dat gezien in een video van iemand anders. Die persoon gebruikte dit en zij wilde dit ook heel erg graag proberen. En toen zei ik dat ik naar de Flying Tiger ging en toen ja, heb ik het voor de meegenomen. En dit blok, weet ik nog, was €5. Ze had volgens mij wel in die video gezien dat het niet echt top kwaliteit is, maar ja, ze wilde het toch heel graag proberen. Mijn zus is altijd heel erg creatief met alles. Dus. En die houdt van uitproberen, dus... Maar waarom niet? Oeh, het zonnetje gaat schijnen. Maar ik ga gewoon door.
Deze had ik ook nog gekocht bij de Action. Zo'n tablet stand waarin ik dus mijn iPad, want ik film altijd met mijn iPad. Die kan ik daarin klemmen en aan mijn tafel vastmaken. En dan kan ik zeg maar met mijn bullet journals vanaf boven filmen. Dus ik dacht dat leek me wel handig. Ik heb het al een keer uitgeprobeerd. Maar het ging niet zo goed, want ik had hem niet zo goed aan de tafel vastgemaakt eigenlijk. En toen viel die een keer om en toen had ik zoiets van, weg met dat ding. Dus ik moet hem eigenlijk nog eens een keer gewoon goed gaan gebruiken. Eventjes, dat hij goed vaststaat. Dan heb ik bij een tweedehands winkeltje dit blik meegenomen. Dit blik is ook voor mijn zus. Die wil de laatste tijd steeds lege blikken hebben. Want dan doet ze volgens mij verf in of zo. En dan vindt ze het liefst, ja, wil ze het liefst van die oude blikken hebben. En dit blik was maar 50 cent. Dus die heb ik ook voor haar meegenomen. Bij de Action nog een selfie light ring meegenomen. Ja, dat kan je aan je telefoon doen. En ik had dan bedacht om hem aan mijn iPad te doen. Ik dacht, ja, dat geeft misschien wel mooi licht. Maar het is niet echt geweldige kwaliteit. Ja, het kostte ook niet veel natuurlijk. Volgens mij was deze 3,50 of zo. Dus ja, ik zal hem even laten zien. Hij geeft natuurlijk niet echt geweldig licht, maar ik denk, ja, je kan het proberen toch? Dan moet je dan zo, zie je, aan je telefoon of iPad vastklemmen. En dan geeft hij zulk licht. Maar ja, niet echt een topapparaat, laat ik het zo zeggen. En dan heb ik nog deze tas. Deze tas heb ik een keer bij Rosada Outlet gekocht. En die kon ik toen voor veel korting krijgen, zowat bijna gratis. Echte leren tas. Ik vond het model ook heel erg leuk en de kleur zo mooi. Dus toen ja, heb ik deze genomen, maar toen liep ik een keer op straat en toen schoot dat hengsel schoot los. Nou, als er iets irritant is, dan is dat het wel. Want dan kan je opeens je tas niet meer zo lekker dragen. Ja, aan dit handvat moest ik hem dragen. En toen dacht ik, nou ja, die moet ik gewoon een keer laten maken. Ik had al geprobeerd om hem zelf te maken, maar dat lukte niet. Iedere keer schoot hij toch weer los. Dus toen heb ik hem eigenlijk in de hoek van de kamer gegooid. En toen had ik zoiets van, nou, ik pak wel even een andere tas. En toen kwam ik bij de, op een gegeven moment zomaar een keertje bij de Vibra. En toen zag ik me daar leuke tasjes. Deze kwam ik toen tegen voor 6 euro. Ik dacht, nou, die tas is kapot. Die moet ik eigenlijk even wegbrengen om te laten repareren. Dan gebruik ik ondertussen gewoon deze tas. Het lijkt er niet echt op, maar het geeft wel een soort van hetzelfde gevoel of zo. Ik weet niet. Ook een beetje die groenige kleur en ja, een ritsje vind ik ook altijd wel heel erg fijn als de tas een rits heeft. Dus ja, voor 6 euro bij de Vibra gekocht. En nu is die tas, die echte leren tas, die is ondertussen gemaakt. Want mijn man die heeft dat gewoon even in twee tellen heeft hij dat gemaakt. En nu gebruik ik eigenlijk nog steeds deze tas, omdat ik hem wel heel erg fijn vind. En ook voor het gemak hoor, want nou moet ik gewoon natuurlijk eigenlijk weer alles van deze tas in die tas doen. Maar ja, ik vind hem eigenlijk wel super, super fijn. Dus ik gebruik deze gewoon nog even. En als laatste heb ik bij een kringloopwinkel, een tweedehandswinkel, een hele leuke oude stempel gekocht van de provincie Zuid-Holland. Ik woon in Zuid-Holland, dus kan je misschien ook wel aan mijn Rotterdamse accent horen. Kijk nou wat leuk. Echt een hele grote stempel. Moet je kijken hoe groot hè. Echt super groot. Dit is mijn hand en dit is de stempel. En in die doos kan je ook een beetje zien, want hij heeft een beetje afgegeven, die stempel. Kan je ook zien van hoe dat dan ongeveer zo eruit ziet. Ja. Ik vond het zo bijzonder en leuk. Dus ik dacht, nou voor 7 euro was die volgens mij, neem ik hem mee. Ik heb alleen natuurlijk niet zo'n groot stempelkussen. Dus moet ik even kijken hoe ik dat ga doen. Maar het lijkt me best wel leuk om in mijn bullet journal zo'n hele grote stempel als achtergrond te doen. Ja. Dus dat. Nou jongens, dit was de video. Ik hoop dat je het leuk vond. Leuk om een keer gewoon mijn eigen echte
stem te horen zoals ik normaal gesproken in dagelijks leven praat. En bij deze nogmaals heel erg bedankt voor het abonneren, voor de leuke reacties, voor complimentjes, voor de ideeën die jullie onder de video plaatsen. Weet dat ik alles lees en ik reageer ook eigenlijk altijd op alle reacties. Als ik genoeg tijd heb, dan probeer ik echt met reactie terug op jullie reactie te reageren. En als ik het heel erg druk heb, bijvoorbeeld met werk of zo, dan doe ik in ieder geval sowieso even met een hartje reageren om jullie te laten weten dat ik het gelezen heb en dat ik het heel erg leuk vond. En nou ja, wil ik jullie ontzettend bedanken voor het kijken. Laat ook even in de reactie hier beneden weten van in de reacties van wat jullie van deze video vonden. Misschien zeggen jullie van, nou, maak nooit meer zo'n normale video. Of misschien zeg je wel van, nou leuk, af en toe een video waarin je normaal praat. Laat het me weten. En dan hoop ik je heel gauw weer te zien in een volgende video. Doeg!